We hebben gratis bloemen. We gaan een bloemetje geven aan een influencer. Want influencers, ja, die zijn natuurlijk ook hard geraakt in deze crisis. Tof dat jullie kijken naar een nieuwe video van de Gierengasten. Nog steeds veilig en wel met mondkapjes. We hebben vorige week natuurlijk een aantal mensen geholpen bij de voedselbank. Een kleine bijdrage. Top! De mensen die wij verzorgen, ja. Een beetje helpen met eten en drinken. Ja. Zijn jullie heel erg dankbaar. Ik namens hun. We gaan vandaag weer mensen helpen. En ja, dat zijn eigenlijk mensen die allemaal wel een beetje een zitje in de rug kunnen gebruiken. Toch, Joost? Ja, zeker. Eigenlijk iedereen die ons land draaiende houdt, ja. Die verdienen wel een bloemetje. En nou hebben wij vernomen dat veel bloementelers veel bloemen helaas moeten weggooien. Dus we hebben een bloementeler gebeld en daar mogen we 20 boeketten van ophalen, ja. Die wij volgens weer mogen uitdelen. En vergeet niet te abonneren voordat we het vergeten. Kan hier rechtsonder. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat nu. Anderhalve meter. Wegwezen. Anderhalve meter gaan. Hoe lang zijn we nu al thuis? 3 weken of zo? Ja, zeker. Dit is de 3e week niet. En wat zijn jullie blij dat de Gierengast nu op je beeldscherm is. Wel lekker weertje hoor. Het weer is echt top. Nou, nog even warm wordt, dan kloot. Vier is ook misschien een keertje weg. Goedemiddag. Ik zou ook aan de hand hebben gegeven. Goedendag. Moet even zo, hè? Ja. Hey, we hebben elkaar gesproken over telefoon, dat stond. Als het goed is, zijn er 20 boeketjes die daar. Ja, we zijn op de kanaal werken. Maar dat zijn de boeketjes die we mogen gebruiken. Top, en die worden mede mogelijk gemaakt door? Latifus.nl. Dus als je ooit nog een keer een mooi bloemetje nodig hebt, ga even naar de website. Ik zal het even in de beschrijving zetten. Kun je nog één keer zeggen? Ja, Latifus.nl. Nou, dan gaan we deze even naar de auto tillen. Hey, je hebt hem weer elkaar te nakken. Ik vond het gewoon een moeilijke naam. Ja, want het kan. Nee, ik verstond je niet helemaal, Joost. Nee, maar wel lief, ouwe. Dat we zoveel boeketjes mee krijgen. Ja, dit is helemaal top. Maar goed, deze man zit zelf natuurlijk ook te zwaar weer. We krijgen het niet mee, omdat hij is niet mee te verkopen. Dus wij hebben ook nog een kleine verrassing voor hem. Om hem ook nog een steuntje in de rug te geven, toch? Dat is. Zo meteen teruglopen, hebben we een mooi flesje rood. Heb jij dat geregeld? Dat heb ik even geregeld. Hier aan Del Diablo. Jazeker. Ik dacht, ik koop hem mooi. Ja, deze drink ik ook wel. Is het een favorietje? Arbeidersklasse wijntje. Toch nog even iets van een betaalmiddel geven. Hey, dat een flesje wijn kan er altijd wel in, toch? Heel bedankt. Succes hier, mannen. Ja. Yo. Hoi. Oké, okay, ik heb even wat speurwerk gedaan, hè? Want ik zag dus van de week in het nieuws dat er een man was van 74. Die stond voor een verzorgingstehuis. Die heeft een heel groot spandoek gemaakt. Waarop stond, lieve Anneke, ik hou van je. Waarom had hij dat nou gedaan? Hij mocht niet meer bij zijn vrouw komen. Dus ik vond dat zo aandoenlijk. En die arme man die dat spandoek heeft gemaakt, 74 jaar oud, ja. Die verdient wel een bloemetje, vind ik. En ik heb even wat speurwerk gedaan. Ik heb dus 2 nummers gevonden met zijn naam. Ik ga even beide nummers proberen en hopelijk is het dan... Wil. Ik zou het fantastisch vinden om hem inderdaad een bloemetje te geven. Ja, toch? Ja. Is dit de Wil van der Horst die een spandoek heeft gemaakt voor Anneke? Een spandoek? Ja, die in het nieuws nee. Is. Nee, dat niet. In ieder geval hartelijk dank. Dat is iemand anders dan? Ja, oké. Okay. Hele fijne dag, hè. Bedankt. Dat was Willem van der Horst, niet Wil. Nou jongen, op goed geluk. Laat het Wil zijn. Ja. Een hele goede dag, je spreekt met Niels Oosthoek van Veronica. Oké. Hij luistert altijd naar Rijnmond. Ah, naar Rijnmond. Ja, dat is nog beter. Ja. Dat is beter, hè? Ja, tuurlijk. Eentje, wel in Rotterdam. Ja, nee, ja, ik kom met 020, hè, dus ik heb dat niet. Ja, dat maakt allemaal niet uit. We zijn allemaal hetzelfde geboren. Zo is het toch? Zo denk ik er ook over. Ik doe 's morgens mijn bril op, ik zet de radio aan en ik luister de hele dag. Dus ik ben van alles op de hoogte gewoon. Oh, wat goed. Hé, hey, 84 jaar, ik mag wel niet naar buiten, maar ik ben nog niet dood. Nee, nou, en dat, dat houden we ook nog wel even zo, toch? Ik had een vraag, maar ik denk dat ik verkeerd verbonden ben, want ik zoek ene Wil van der Horst uit Rotterdam. En die heeft een spandoek gemaakt voor zijn vriendin of vrouw Anneke. Nee. Hey, maar veel succes in ieder geval. Ja, heel erg bedankt mevrouw en u ook. En, deze vrouw ook ja, oké. Okay. Wilt u anders geen
bloemetje. Want ik wil een bloemetje brengen, maar je bent zo lief. Ja, nou, zo ben ik geboren. Ik wens je veel succes met alles. Hartstikke bedankt. Okay. Yo, fijne dag. Dag. Nou, we rijden er gewoon naartoe. Ik heb het adres toch? Ja, top. Zij verdient een bloemetje, ouwe. Zij is zo lief, ouwe. Zij is 84, zij stopt de schouders eronder. Het wordt in één keer een andere van de horse, maar dat maakt helemaal geen flikker uit. Het is gewoon een hartstikke lieve vrouw, die zit de hele dag binnen. En die is, ik weet niet hoe positief. En die andere van de horse, dus Wil van de Horst van Spandoek, we houden één bloemetje voor je achter. Dus als iemand weet waar we hem kunnen vinden... Stuur even een DM'tje en dan gaan wij er nog achteraan. Goed, we gaan nu alsnog naar Rotterdam. Top. Ja, we staan nu even bij een tankstation. En je hebt hier dus van die handschoentjes. Ja. Wij gaan zo meteen wat bloemen overhandigen aan een oude vrouw. Dat moeten we natuurlijk wel zo veilig mogelijk doen. We zijn er. Hoppa. Het eerste bloemetje. Het gaat om het gebaar. Het is een beetje alsof je van de staatsloterij bent, jongen. Ja, dan heb ik geen kale bas hier. Ik wel. Jij wel. Je hoeft geen anderhalf meter afstand te houden van de intercom, hè? Goedendag, met Niels van Veronica. Ik heb het vanochtend aan de telefoon gehad. Ja. Ik heb een bloemetje voor u. Nee, we gaan niks doen. Ik heb handschoentjes aan, dus ik leg een bloemetje voor u neer. Mondkapje op. Anderhalve meter gast, zie me naar achter. Kom me naar achter. Zo vroeg. Je gaat me toch niet beroven, hè? Geen vinger afdrukken. Ja. Ja, gezichtsbedekking. Ja. Nee hoor. Kijk, leg ik hem hier zo neer. En dan kunt u hem pakken als we weg zijn. Dat is wel zo veilig, toch? Zo. Top. En zet hem op, hè, de aankomende tijd. Lekker blijven vinden ze voor de tv. Helemaal goed. Doei, doei. Wie verdient nog meer een bloemetje? Dat is nu aan jou. Ik zeg alle hardwerkende mensen in de supermarkten die het elke dag weer aan het bij willen zijn. En de goeie. Die eigenlijk de hele dag onder de mensen zijn, wat je dus niet moet doen, maar ze kunnen niet anders. Oké. Okay. Die verdienen ook een bloemetje. Meneer, ja. Mag ik jou een bloemetje aanbieden? Oh ja, natuurlijk. Voor alles wat jij hebt gedaan de laatste tijd om dit toch draaiende te houden, toch? Ja. Krijg je namens bloemist. Wat is dat? Staat in beeld. Namens een bloemetje. Dankjewel. Ook voor alle andere werknemers. Ja, zou jij ze willen uitdelen? Ja? Ik denk dat mensen in de gehandicaptenzorg het ook zeker vinden. Daar hoor je nu niet zo heel veel over. Maar goed, die hebben het ook echt heel erg zwaar in de zorg. Eens. Dus we rijden naar Martijn. Laten we hebben gratis bloemen. Voor de mensen van de lieve zorg. Persoonlijk, maar leg ze daar maar neer. Ja, ja. Nou, super, dankjewel. Gaan we ze uitdelen hier. Jullie heel erg bedankt voor de zorg. Helemaal blij. Ja. Heel veel sterkte de aankomende tijd. Zet hem op je. Dankjewel. Hoi, hoi. Nou, ze even het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden. Dat is gewoon belangrijk. Joost, ja? We hebben nog een lading bloemen om op te halen. Kijk eens. De onderslaag mag bij mij nemen. Ja, dit gaat een mooie destination krijgen, denk ik. Hè? En als dank hebben wij natuurlijk ook een lekker flesje wijn meegenomen. Ja, dan kan je op een leuke avond nog mee, joh. Ja. Als er nog een keer wat te vieren is, dan doen we dat. Toch? Ja. Helemaal goed. Huppatee. Zo. Wil jij ook gewoon af en toe het gevoel hebben dat je gewaardeerd wordt? Ja. Oké, moet ik een bloemetje voor je pakken? Dat vind ik lief. Dit vind ik heel lief, Niels. Op, jammer. Kijk eens, dit vind ik echt super aardig. Wil jij ook soms het gevoel hebben dat je gewaardeerd wordt? Ja. Oh nee. Wat ga je nou doen? Oh nee. Ja. Nee. Kijk eens. Alsjeblieft. Het loopt begint je steden. Oh, dankjewel, Joost. Graag gedaan, Niels. Doet me veel. Zullen we dan weer rijden? Yep, op naar de volgende. Ik vind dat de mensen die in de afvalverwerking zitten, dus zeg maar vuilnismannen, die verdienen ook wel een bloemetje, toch? Vind je? Ja, zeker. Ja, oké, okay, tuurlijk. Ik weet niet of ik er heel blij mee maar mochten ze een vriendin hebben. Wij hebben allemaal gratis bloemen en de afvalverwerking gaat maar door. Dus wij dachten, we komen even wat gratis bloemen brengen voor de heren. Kunnen ze weer aan een vrouwtje geven.
Ja, we krijgen een zakje. Ja. Ja, dus neem maar even mee. Bedankt. Helemaal goed en heel veel succes. Jojo. Oké, okay, we hadden even een kleine plaspauze. Wat is er gebeurd, Niels? De wind stond een beetje in de verkeerde richting. Dit is kut, ouwe. Ja, dit is echt kut. Ik voel me ook echt een kind van 16. Oh, oh. Lange corona week op de fuck. Hallo? Hallo? Bloemen? Ja, er staan gewoon mensen. Zal ik op gang hier naar binnen schuiven dan? Ja. Zo. Bloemen voor de hardwerkende mensen van de apotheek. Gratis bloemen. Voor het personeel. Ja? Bedankt voor jullie zorg. Fijne dag. Ik zou heel eerlijk zeggen, Joost, die bloemen die gaan er niet beter uitzien. Nee, hè? Nee, die zijn echt wel een beetje aan het einde van hun Latijn. Zo. Maar goed, het gaat nog steeds om het gebaar. Ja. En in principe dus gewoon met dode bloemen aankomen. Oh man, alsjeblieft, het gaat om het gebaar. Maar wie ga je ze geven? We hebben vrienden van de politie hier natuurlijk. Maar ja, als deze bloemen binnenkomt, dan maak ik niet echt een goede beurt. Moet ik de volgende keer aanhouden. Ja? Ja, dat is nu zo vies. Ja, ik heb er zoveel aan gezeten al, weet je wel, dat maakt niet meer uit. Ik heb een gezicht zitten de bek helemaal niet. Dus excuses aan alle mensen die vinden dat we een mondkapje moeten dragen. Dat werkt gewoon niet meer. De afstand doen we wel. Hij zat ertussen. We hebben wat bloemetjes opgehaald. En we dachten ook, we gaan even langs bij de politie. Die maken ook al extra overuren volgens mij. Ik zie jullie veel rijden. Oh, jullie hebben al meer bloemetjes gekregen, zo te zien. Hartstikke goed, dankjewel. Zet hem ook hier. Ja, terwijl jullie bedankt, hè. Ja. Yo. Mensen van het leger met health, die zien natuurlijk ook een bloemetje, toch? Ja. Helpen de mensen ook nog, et cetera. Dus die maken overuurtjes en wij komen ze weer verrast met dit fantastische bloemetje. Hallo, minister. Hey, goedemiddag. Ik heb een bloemetje voor jullie. Zou ik die mogen overhandigen? Leuk, hè? Kom zo naar beneden. Ja, tuurlijk. Geen haast. Ja. Ik durf niet bijna niet te geven, gast. Het valt naar beneden. Check even. Ja, ik hoor er ook niet bij. Ik ga hier staan. Ik heb het undercover projectje. Oh. Jezus, wat hangen die dingen erbij, zeg. Maarten van Rossum ziet er nog vrolijker uit. Ja. Dat is echt niet normaal. Oh. Hallo. Hey, goedemiddag. Ja, deze zijn voor jullie. Ik hoop het. Sorry, leger de zeils. We komen nog een keer terug en dan geven we wel normale bloemen. Dit kan echt niet. Dit is gewoon de grootste schande van YouTube. Maar nu komt natuurlijk het shot waar jullie allemaal op hebben gewacht. We gaan een bloemetje geven aan een influencer. Want influencers, ja, die zijn natuurlijk ook hard geraakt in deze crisis. Die zijn al hun klussen kwijt. En wie is nou de allergrootste influencer die in Amsterdam woont? Thomas Cox. We hebben wel afgesproken met Thomas. Hij weet nog niet wat het is. Ik ben heel benieuwd naar zijn reactie. Hé, hey, anderhalf meter afstand, Pik. Wegwezen. Het is natuurlijk wel even wennen. Als je zeg maar gewend bent om in luxe en in fame te leven. Zoals een echte influencer. En dat je in één keer achter de geraniums thuis zit. Daarom krijgt hij een bloemetje van ons. Kijk eens. Wij willen jou heel graag een... Klein bordje bloemen aan doen. Nee, niet. Ja, er is niks meer gedaan. Het is natuurlijk geen makkelijke tijd, hè? Nee, zeker niet. De influencer is ook geraakt. Dus we hebben maar Nederland proberen te helpen. En die branden vooral eigenlijk met een bloemetje. Maar ben je klussen kwijt? Ja, ik heb niks meer te doen. Ik zit gewoon thuis. Er is niks te beleven nu. Ja, dat is kut. Ja, alles is afgezegd of uitgesteld. Dus er is niks meer te doen, man. De cashflow is gewoon even naar de kop. Ja. Wij zijn nu gewoon bloemetjes aan het uitdelen. Ja, dankjewel, man. Ik wil jullie heel graag iets teruggeven. Een biertje of zo. Ja, lekker. Er zeg ik geen nee tegen. Zeker. Lekker, man. Van de weer dan. Ja. Top. Ja? Dit mag gewoon volgens de regels, hè? Anderhalve meter afstand en een groep. Oh, ja. Maximaal drie personen, geloof ik. Dus dit kan gewoon. Voor alle haters, dit mag. Ik schrijf hem mee toe. Oh, dankjewel. Jongens. Proost, hè, iedereen. Yay. Cheers. Oh, niet aanraken. Zo, we zijn twee biertjes de neus verder. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zo lang in quarantaine gezeten dat ik daar gewoon aangeschoten van ben. Ik ben altijd helemaal niet meer gewend. Dus wat kom je dichtbij. Heel lief van ons vriend Thomas dat hij toch nog even twee biertjes aan ons geeft. Was er nog iets met het truffel-item en een x-aantal abonnees? Want volgens mij hebben we dat niet gehaald. Dus hebben we nog één dag, toch? Ja, dus je kan nog met z'n allen heel snel abonneren en dan zie je Niels en Martijn aan de truffels. Ik wil het ook zien, dus abonneer snel, bel je oma en je vriendjes en whatever. Zorg dat iedereen snel mag geabonneerd en dan gaan
Want dat gaan jullie echt doen. Pas niet. Maar goed. Het zou wel leuk maar goed, zijn. Mocht je niet geabonneerd zijn nog, dan moet je even abonneren. Drop even in de comments als jullie nog leuke ideeën hebben om lekker gierig te doen. Tot volgende week. Yo.